eigen EHBO-kit. Hoe goed is dat? Jules, wist je dat 1 op de 5 Nederlanders is hoogsensitief? En daarom praten we met Lieke Zunderdorp. Zij is psycholoog en auteur. Maar Pien, wat is dat, een hoogsensitief persoon? Een HSP'er, zoals je dat noemt, hè? Een hoogsensitief persoon. Dat ben ik ook. Die is heel erg gevoelig voor prikkels, licht, drukte zoals nu. Ah. Maar dat merk ik helemaal niet aan jou. Nou, inwendig merk ik het wel hoor. Maar goed, weet je, vroeger is dat veel erger geweest. En ook met die overgang, ik kan je genoeg voorbeelden noemen nog hoor. Hoe herken je nou van jezelf als je een HSP'er bent? Nou, dat je bijvoorbeeld heel invoelend bent met anderen. Dat je heel goed weet wat een ander nodig heeft. Maar ook dat je bijvoorbeeld heel goed de sfeer kan proeven in een ruimte. Of als er mensen ruzie hebben gemaakt. Zelfs als die mensen weg zijn, dat je al voelt, hey, er is hier iets. Maar dat is heel positief dus. Ja, hoogsensitiviteit is eigenlijk een kwaliteit. Okay. Het is een kwaliteit. Alleen wat er vaak gebeurt met de keerzijde ervan is dat je, omdat je eigenlijk weinig of geen filter hebt, dat er heel veel prikkels bij je binnenkomen. Dus dat je snel overprikkeld kan raken. Prikkeld raakt. Mm-hmm. Hoe kan dat? Ja, je raakt toch gevoeliger voor alle sensaties. Dus ook de schommelingen, hormoonschommelingen in je eigen lijf. Mm-hmm. En dan kan je sneller overprikkeld van raken. Maar goed, dan ben je dat. Wat kun je eraan doen? Nou, de kunst is natuurlijk bij jezelf te voelen van wat is eigenlijk, waar zit jouw hoogsensitiviteit? Dus waar ben jij, en heel goed in, maar ook waar liggen je valkuilen? Mm-hmm. Sommige mensen kunnen niet goed tegen het geluid. Sommige mensen hebben last van bepaalde textieldingen. Of als je heel veel ook leuke afspraken na elkaar maakt, kan het zijn dat je weer overprikkeld daarvan raakt. Herkenbaar dit. Dus dan is het weer heel goed om te bedenken, wat wil je in dat weekend doen of in je week? En wil je eerst even tot jezelf komen om vervolgens weer een afspraak te maken? Raken. Ja, en hoe ga je er dan mee om? Toch echt meer rust nemen. Want als je dan daarnaast ook nog heel veel stress hebt of heel veel dingen doet op een dag, dan zal je van al die prikkels bij elkaar opgeteld al sneller van slag raken. Dus mindfulness, meditatie, yoga, maar ook gewoon lekker wandelen, veel in de natuur zijn. Ja. Dat helpt dan bijvoorbeeld heel erg. Ja, rust pakken. Ja. Lieke, je hebt met Lisbeth een boek geschreven over prikkels. Ja. Mm-hmm. Kun jij nog een laatste tip geven? Ja, het is heel erg belangrijk om je grenzen aan te geven. En al lees je daarover, volg je er workshops over of ga je een tijdje bij iemand in de coaching. Ja. Dat je echt heel precies weet bij jezelf, waar kan ik tegen? Wat is eigenlijk mijn eigen EHBO-kitje?